E-government, Safe City Commons Center en Yen Optic North America hebben een pilotproject voor digitale verkeershandhaving uitgevoerd in Suriname. Camera's controleerden snelheidsovertredingen en door rood licht rijden met bijna 100% nauwkeurigheid in kentekenherkenning. President Santokki was onder de indruk en heeft gevraagd om een contractvoorstel voor verdere behandeling. De korpschef van het Korps Politie Suriname heeft op 9 juli 2024 een spoedoverleg gehouden over de situatie in Villa Brasil in het Matawai-gebied. Veiligheidsdiensten zullen samenwerken om orde en veiligheid te herstellen. Er wordt hard opgetreden tegen verdachten die het gebied onveilig maken. De acties gaan door totdat de rust is teruggekeerd. De gemeenschap wordt gevraagd om verdacht gedrag te melden via tiplijn 179 of Common Center 115. De 51-jarige arrestant Firoz Khan Sherbuk werd op 10 juli 2024 opnieuw gearresteerd door de politie van Albina en overgedragen aan Groningen. Hij ontsnapte op 15 mei 2024 samen met Calvin Chinachong, die in juni 2024 weer werd opgepakt in Ikeri. Firoz Khan zit opnieuw vast voor diefstal en medeplichtigheid aan diefstal.